Van harte welkom bij deze Eucharistieviering. Gisteren is er tijdens de Eucharistieviering iets misgegaan. Er verschenen gekke beelden in de video. Onze excuses daarvoor. We hopen natuurlijk iedere dag het zo goed mogelijk ook online de mis door te geven. Soms staat het beeld op de kop, soms ontbreekt het geluid. We blijven mensen met onze beperkingen. Maar er is één aan wie wij ons altijd mogen toevertrouwen met onze beperkingen. Eén die naar ons toekomt, ook in onze nood, in onze angst, in onze vertwijfeling. Aan hem vertrouwen wij ons toe. We gaan Eucharistie vieren, luisteren naar het woord van God en ons gesterkt mogen weten door hem die in ons midden wil komen. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Heilige mannen zijn het, door God vrienden genoemd, die zich eeuwige roem hebben verworven door de verkondiging van de goddelijke waarheid. Van harte welkom in deze Eucharistieviering. Vandaag gedenkt de kerk in het bisdom Limburg drie heiligen. Wiero, Plichelmus en Otger. Het waren geen Limburgers. Het waren Angelsaksische monniken die, zoals ook vanuit die regio ook later Willebrord en Bonifatius kwamen, ze zijn gekomen en ze komen dan rond het jaar 750 en het is Pepijn de Derde die hen een grondstuk geeft in Odiliëberg, waar nog altijd een klooster is en de kerk van waaruit zij hebben gewerkt. Bovenop een heuvel, een kleine kerk waar deze drie heilige mannen God zochten. In het gebed, zoals Jezus vaak de berg opging om te bidden, om vervolgens naar de mensen toe te gaan. Dat was een hele grote streek die zij hebben bezocht. Er waren er, die hebben in, van hen die in Twente hebben gewerkt, anderen in het huidige België, het huidige Vlaanderen. Het zijn mensen die zich door God gedreven wisten, door de liefde van God gedreven om te vertellen over die God die van mensen houdt. Ook wij zijn geroepen om in gebed allereerst God te ontmoeten, om ook vandaag op de plaats waar wij mensen ontmoeten getuigen te zijn van Gods liefde. Laten wij naar God opgaan en doen we dat door allereerst om vergeving te vragen voor onze tekorten. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Christus, ontferm u, Heer, ontferm u, Heer, ontferm u. Laat ons bidden. God, gij hebt door de heilige bisschoppen Wiero en Plichelmus en de heilige diaken Otger vele mensen uit de duisternis van het ongeloof geroepen tot het licht van de waarheid. Schenk ons op hun voorspraak standvastigheid in het geloof en volharding in de hoop,
overeenkomstig het evangelie dat zij hebben verkondigd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezingen. Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen, toen Paulus te Antiochië in Pisidië gekomen was, zei hij in de synagoge: Mannen, broeders, zonen uit Abrahams geslacht en Godvrezenden onder u. Tot ons is dit woord van verlossing gezonden. Want doordat de inwoners van Jeruzalem en hun overheden Jezus niet erkend hebben, maar veroordeeld, deden zij de uitspraken van de profeten in vervulling gaan, die elke Sabbat worden voorgelezen. Ofschoon ze geen enkele rechtsgrond konden vinden voor de doodstraf, hebben ze van Pilatus geëist dat hij ter dood gebracht werd. Toen ze alles hadden voltrokken wat over hem geschreven staat, namen ze hem van het kruishout en legden hem in een graf. Maar God wekte hem uit de doden op en gedurende vele dagen verscheen hij aan hen die hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld. Deze zijn nu getuigen van hem voor het volk. Wij dan verkondigen u de blijde boodschap dat God de belofte aan de vaderen gedaan voor ons hun kinderen vervuld heeft, door Jezus te doen verrijzen, zoals ook geschreven staat in de tweede psalm: Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang: Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Ikzelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg. Dit is het besluit van de Heer. Hij sprak tot mij: Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Vraag mij, ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom. Breek hun verzet met ijzeren scepter, sla hen in stukken als potten van klei. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Wees nu verstandig, gij vorsten, heersers der aarde, weet wat ge doet. Dient de Heer met ontzag, kus hem bevend de voeten. Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Alleluia, 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 alleluia. Christus stond op uit het graf, hij die voor ons stierf op een kruis. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben.
Gij weet waar ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Zo spreekt de Heer. Laat uw hart niet verontrust worden, zegt Jezus. En als er iets is wat in onze tijd gebeurd is, dat het hart van mensen verontrust is. Er is nogal wat gebeurd. Ik kan me niet herinneren dat er een pandemie is geweest zoals we die nu kennen, waarbij mensen wereldwijd afstand van elkaar moeten houden, zich eigenlijk moeten opsluiten, met alle gevolgen van dien voor gezondheid, voor werkgelegenheid, ja, ook voor armoede. Want ook die zit er natuurlijk aan te komen. Want je kunt wel tegen mensen zeggen dat ze thuis moeten blijven, maar als je in een land woont waar je moet leven, echt van het werk dat je die dag hebt verricht, en je moet dan 5 weken thuis blijven, dan moet je kiezen tussen of een ziekte of doodgaan door de honger. Kortom, er is zoveel waar we ons zorgen over kunnen maken. En toch spreekt Jezus dan die ogenschijnlijk wereldvreemde woorden. Laat uw hart niet verontrust worden. Hoe kan dat? Hij zegt, in het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Hij wijst dus naar zijn Vader, naar God. En het huis van zijn Vader, de hemel, is God zelf. In God mogen wij thuis komen. Dat zou als een zoethoudertje kunnen klinken van, ja, als je dan doodgaat, kom je dan wel bij God terecht. Dan word je dan wel gelukkig. Maar als Thomas vraagt hoe we nu Jezus kunnen volgen, dan spreekt Jezus die vreemde woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus gaat met ons die weg naar de Vader. En wij mogen ons aan hem toevertrouwen. En in Jezus mogen wij de Vader kennen. Wie mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus dan ook tegen Filippus. Wij mensen worden omringd door allerlei problemen. Niet alleen door het coronavirus. Ik zou bijna zeggen, er zal geen dag voorbij gaan of wij zullen het kruis in ons leven tegenkomen. Maar op het kruis is er voor ons ook Christus. Hij die niet alleen meeleidt, maar hij die ons er doorheen trekt. Hij die ons helpt, die ons draagt, zoals een weg dat doet. En die zegt, wees niet verontrust. Eigenlijk kunnen wij christenen de grootste crisis aan, omdat er iemand is die ons in die crisis nooit alleen zal laten. En dat kan geen ander mens ons beloven. Want uiteindelijk sterf je toch alleen, ook al staan er mensen om je heen. Maar Christus is erbij. Hij draagt ons altijd. En zo kunnen wij zorgeloos zijn te midden van de zorgen. Kunnen we de rust en vrede bewaren te midden van zoveel onrust. Kunnen wij ook in de grootste momenten van crisis opkijken naar hem die aan het kruis hangt en tot ons zegt, ik ben er ook nog. Gelooft in mij. Als ik ben heengegaan en de plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Dat is uiteindelijk bij de Vader. Maar Jezus zelf wacht daar niet mee totdat hij bij een hemelvaart terugkeert naar zijn Vader. Jezus gaat nu al telkens weer, horen wij in het evangelie, naar de Vader. Hij trok zich in alle stilte terug. 'S Nachts ging hij het gebergte om bij de Vader te zijn. En Jezus wijst ons die weg en helpt ons erbij. Ook nu, in de Eucharistie waar wij eigenlijk mogen aanzitten aan zijn tafel, mogen luisteren naar zijn gebed en ons gesterkt mogen worden door hem die in woord en sacrament zich ook aan ons geeft, hier en nu. Amen. Leggen wij op voorspraak van de heilige Wierop, Lichelmus en Otger onze gebeden en vragen nu aan God voor.
dat de kerkgemeenschap een thuis mag zijn voor velen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat de vluchtelingen zich bij ons thuis mogen voelen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat we thuiskomen in het woord van God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat de zieken zich gesteund mogen weten door onze gebeden en aandacht. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dat allen die gestorven zijn, thuis mogen komen in de woning die Jezus voor hen bereid heeft. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En een moment van stilte willen wij bidden voor onze persoonlijke intenties en die van elkaar. En wij willen ook bidden voor de intenties die ons werden aangereikt. Voor Antoine Troost, voor een voorspoedig herstel. Voor mevrouw van den Bemt van Keulen, die deze dagen aan het coronavirus is overleden. Voor Ine, voor Louis van Wersch als jaardienst en voor Huub Bremmers vanwege zijn verjaardag. Dat God aan levende en overledene zijn zegen mogen schenken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig, nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur. Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen, aan u dragen wij op. De vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn. En neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Almachtige God, zie naar de gaven die wij voor dit offer brengen bij de herdenking van de heilige wierop Lichelmus en Otger. Maak dat wij in ons leven tot uitdrukking brengen wat wij in de Eucharistie vieren, het mysterie van het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugd op het feest van de heilige wierop Lichelmus en Otger. Door een voorbeeld geeft gij ons kracht, door een woord verdiept gij ons geloof, en door een voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuiver offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren tot
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige wieroepelen Gelmes en Otger, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, u wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus beware ons tot het eeuwige leven. Amen. Dit zegt de Heer: ik zal mijn schapen weiden en ze zelf een rustplaats wijzen. Laat uw hart niet verontrust worden, zegt Jezus. En in de tekst bij de communie: ik zal u een rustplaats geven. Bij hem mag je rusten. En ook als u niet de communie nu daadwerkelijk kunt ontvangen, vraag hem: kom in mijn hart. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Laat ons bidden. Heer, bevestig door de kracht van dit mysterie uw dienaren in de waarheid van het geloof. Laat ons overal met woord en daad getuigen van het evangelie, waarvoor de heilige Wiero, Plichelmus en Otger zonder ophouden hebben gewerkt en hun leven hebben gegeven door Christus onze Heer. Na de zegen vindt u het slotlied op bladzijde 1236. De Heer zij met u. En met uw geest zegenen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Ik
ik hoorde vol genade, sprak de engel Gabriël, en de bron van uw genade is God Emmanuel. Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd. Gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid. En meer nog zij gezegend, de vrucht van uw schoot. Door hem zijn wij genezen van een volkomen dood.